Heb jij dat ook wel eens, dat je net te weinig geld bij je hebt? Ik heb de oplossing. Check hier. De mini geldmachine. Oftewel de money pedal. Het is een staafje met erop 3 elastiekjes. Nou, het mooie is, daar kun je gewoon dingetjes opzetten. Dus stel je pakt 5 cent en je doet dat onder het elastiekje. Dan hoef je er alleen maar op te drukken zo. En dan verschijnt het niet alleen aan deze kant, maar ook aan de andere kant 5 cent. Dan heb je in totaal al zeg maar 10 cent. Zou je er 20 cent bij zetten. En je drukt erop. Heb je hier 5 cent en hier 20 cent. Ook aan de andere kant zit ook 20 cent en 5 cent. Dus bij elkaar heb je al 50 cent. Zou je er een euro bij zetten en je drukt op de euro, heb je hier 1,25 euro. En aan de andere kant ook 1,25 euro. Oftewel bij elkaar is dat in dit geval 2,50 euro. Nou, dat kunnen we er allemaal afhalen, dat geld. Al die muntjes kunnen we er afhalen. Zo, dan hebben we al 2,50 euro zeg maar. We begonnen met 1,25 euro, nu hebben we 2,50 euro. Ja, we missen nog 5 euro. Nou, er is ook een manier voor. Het enige wat je doet is dit. Je doet gewoon en dan verschijnt er 5 euro op, zie je. Dan heb je dus al in totaal al 7,50 euro. We begonnen met 1,25 euro. Nou, natuurlijk mag ik niet verklappen hoe deze truc werkt, maar ik zal het voor vandaag laten zien. Deze truc werkt met spiegels, zie je. Spiegels hier, spiegels daar, spiegels everywhere. De money pedal.